als mijn BMI dus te hoog is wat het is, dan wordt mijn hypotheek duurder, omdat ze zeggen, jij gaat eerder dood. Meen je dit serieus? Ja. Ik ben nail artist Daniel Smedeman en dit is de Vice Nagelsalon. Vandaag ontvang ik een model, ondernemer en activist die helemaal klaar is met fatshaming. Meiden. Je hebt twee opties in het leven. Ja, de eerste is je hele leven lang calorieën tellen. En de tweede is gewoon je fucking leven leven. Lotte van Eyck. Hallo. Hi. Oh. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik ben helemaal benieuwd. Ga lekker zitten. Zo. Wat gaan we doen? Escapisme. Oké, ja. Spannend. Een beetje another world, omdat ik vind dat de wereld waar we nu in leven, ja, gaat niet goed, hè? Het is ook niet zo gezellig. Dus ik ben heel erg van kleurrijk en rond en another world, which is more beautiful. Dan gaan we dat hier in deze wereld toevoegen. Right? Inderdaad. Ja, ik heb er zin in. Dus okay. Ja, ik zou zeggen, doe je... Gaan we het kleurtje pakken? Magic, yes. Ik vind het echt heel leuk dat je er bent. Je bent echt een groot voorbeeld voor heel veel mensen. Lief, dank je. Hoe vind je dat? Ja, ik denk dat ik gewoon deel met de wereld wat ik vind dat er mist. Ik denk dat we in een hele oppervlakkige wereld leven. Terwijl ik heel erg echtheid mis en oprechtheid en eerlijkheid. En ja, dat deel ik gewoon op mijn platform. Ja, ik ben gewoon mezelf. Ja. Ja, en dat vinden mensen gezellig. I guess. Vanaf welk moment was het dat je zo begon? Op Instagram begonnen, omdat ik van jongs af aan al een gevoel van rechtvaardigheid had. Ik kon geen kleding bij de Coolcat kopen bijvoorbeeld, weet je wel. En ik was altijd al op dieet als kind. Nou ja, ik moest van alles, terwijl andere kinderen om me heen voor mijn gevoel gewoon mochten zijn. En dat is, vind ik, oneerlijk. Daar ben ik het mee eens. Toch? Ja. That's why we're here. Ja. Ik heb er zelf, vroeger heb ik er ook best wel last mee gehad. Vooral toen ik begon met nagels doen. En dan op een gegeven moment zit je 12 uur op een stoel. Mm-hmm. Je beweegt niet meer en je lichaam verandert. Mm-hmm. Toen in één keer dacht ik, nee, dit is gewoon wie ik ben. Ik hou van een patatje, ik hou van een borrel. Yeah. I'm gonna own it. Goed zo. Yeah. Amazing. And you look echt amazing mooi. And beautiful. So do you. Thank you. Heeft jouw self-image ooit last gehad? Ik ben nooit op school gepest eigenlijk. Omdat ik echt een hele grote bek altijd al heb gehad. En ik liet gewoon niet iemand wat vertellen. Thuis was dat lastiger, omdat ik ben opgegroeid met een dikke vader ook. Maar ik was wel altijd degene die moest diëten. Ik werd geapplaudisseerd als ik afviel. En weet je, er werd schuin naar me gekeken als ik niet afviel. En ook als ik dan ging huilen of zo, of ik was verdrietig, dan ging mijn vader er altijd meteen van uit dat het over mijn gewicht ging. En zei hij, ja, die zou ik chips ook niet moeten eten vandaag. Weet je wel, dat soort dingen. Dat was gewoon altijd een verwachting van mij. En nu ben je best wel uitgesproken in hoe je eruit ziet en hoe je voelt. Heb je op andere plekken wel momenten dat je denkt, oeh, misschien moet ik me inhouden op bepaalde vlakken? Nou, ik heb nog steeds als ik ruimte inkom dat ze denken, zo. Het kan ook een paar volumestandjes zachter. Maar ik moet ook zeggen dat ik gewoon niet meer kom op plekken waar ik niet welkom ben. Ja. En waar ik weet dat ik niet welkom ben. Ik ga mezelf gewoon niet meer in een situatie zetten waarin ik niet mezelf kan zijn. En natuurlijk, met ieder restaurant, overal waar ik kom, dan wordt er gesmoest en gekeken. En ik heb gewoon heel erg geleerd om open, maar met oogkleppen op, door de straten heen te lopen. Omdat ik gewoon weet van, ik heb er niks aan om te kijken hoe jij het over mij hebt. Vanaf welk moment was het een beetje dat je begon met je kledinglijn? Ik heb de Willem de Koning Academie gestudeerd, fotografie. In mijn derde jaar dacht ik van ja, ik kan het wel binnen witte muren houden en in expositieruimtes en galerieën en musea. Maar ik wil juist de mensen bereiken die niet daar komen of die niet die drempel over durven, toch? Want het is toch een bepaald volk maar wat daar naar binnen gaat en niet iedereen, weet je, niet de mensen op de markt en de meiden in de klas en de, nou ja, whatever. En toen ben ik eigenlijk mijn eigen kledinglijn begonnen. Krijg je goede reacties op je kledinglijn? Ja, echt enorm. En wat is de boodschap? Jezelf niet verstoppen. En gewoon op de tafel staan, dansen, springen, schreeuwen. Het slaat nergens op dat een groep mensen
stad en land moet afzoeken voor een fucking shirtje of een broekie. Weet je wel, gaat nergens over. Dus ja, mijn kledinglijn is gewoon een liefdesbrief naar dikke mensen eigenlijk. Mooi. Ja. En dan binnenkort ook mannenkleding. Ja. Ja, ik wil ook naar de masculine kant gaan. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb er ook zin in. En een lekker pakje voor om in te werken. Ja, toch? Ja. Ja, en eigenlijk wat ik met de kledinglijn wil is dat ik ook andere mensen een platform geef om collecties te maken. Bijvoorbeeld mijn vriend die dan trans is, dat hij een collectie uitbrengt. Dat het echt een soort collectief wordt die allemaal vanuit een bepaald perspectief kleding kunnen maken. Hoe ben je erop gekomen om samen te werken met dat soort communities? Als je bijvoorbeeld van een gemarginaliseerde groep komt en je wilt funding aanvragen, dan krijg je het gewoon niet. Bijvoorbeeld als ik een huis ga kopen, dan moet ik mijn BMI laten checken. En als mijn BMI dus te hoog is wat het is, dan wordt mijn hypotheek duurder. Omdat ze zeggen, jij gaat eerder dood. Meen je dit serieus? Ja. Ja, dit is echt zo. Dit is hoe de wereld in elkaar zit. Ik krijg een hogere hypotheek. Omdat ze denken dat ik op mijn 40ste dood neer van hun hypotheek niet kan afbetalen. Terwijl liever, wij kennen allemaal je naar buiten lopen. En als ik het dood neerpleuren of overreden worden door een vrachtwagen. En dan? Wat gebeurt er dan met je hypotheek? Snap je? En dat doet me zoveel pijn. En ik heb gewoon zoiets van, ik heb het privilege gehad dat ik deze kledinglijn überhaupt kon starten. Dus wie ben ik dan om dit platform alleen voor mezelf te houden? Ja, echt mooi om te horen, maar ook super vervelend om te horen. Ja, daarom de escapisme op de naam gezeik. Ik kan er zo kwaad van worden. Oh! Je zit in een queer relatie. Mm-hmm. Zijn er bepaalde nagels die jij misschien iets korter wilt? Ik heb heel lang lange nagels gehad. Dan zeiden mensen altijd tegen mij van, gaat het wel goed? En ik dacht zo, ja, geen probleem, piep, piep. Maar ik ben in relatie met een transman zit ik. Waardoor dat ook op seksueel vlak natuurlijk iets is waar je mee om moet gaan. Maar na zijn mastectomie, ja, werd het zo queer als dat je maar kan verzinnen. Het was het, hup, die nagels eraf. En, en we moeten overal goed bij kunnen. Ja. Dus vandaar dat ze lekker allemaal kort zijn. En wanneer gaan jullie trouwen? Ja, schat. Hartstikke leuk dat we verloofd zijn. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Maar om echt een datum vast te stellen, dat is zo'n... Ja, zo'n dedication ook. Dan moet het ook echt gebeuren, zeg maar. Ga je trouwen in je eigen pakkie? Ik keek vroeger altijd al die CS to the Dress. Vond ik fantastisch. Maar het waren altijd allemaal skinny bitches. Ja. Allemaal kleine, kleine meiden. En nou, dan had je één plus size meid ertussen zitten. En de tieten pelden uit de jurk. En dat zag er niet uit. Dus ik heb ook nooit als kind gedacht aan een trouwjurk. Omdat ik gewoon niet mezelf zag. Ik denk wel dat meerdere mensen er hier tegenaan lopen. Ja, misschien moet ik wel een wedding tak aan mijn merk koppelen. Ben jij getrouwd? Nee. Wil je ooit trouwen? Nee. Wie weet ooit. Net een nieuwe salon natuurlijk geopend. Mm. Dus ik wil me vooral eerst focussen op wie ik zelf ben. Mm-hmm. Dus we gaan nog even sparen. Ja. Ik wil je bedanken. Ik geef jou hele mooie nagels, maar tegelijkertijd... leer ik zoveel van mijn klanten. En vooral, ik ben wat ouder. En de nieuwe generatie die is zo uitgesproken. En ik vind het soms nog wel lastig om mee te gaan. Maar ik leer zoveel. Ik zei bijvoorbeeld mannelijk. En jij zegt masculine. En ik vind, ja, dat vind ik echt wel mooie dingen die ik meteen kan toevoegen. Ja, thanks. En laten zien dat het maakt niet hoe oud je bent en waar je vandaan komt. Dat je altijd kan blijven leren. Dus daar wil ik je echt voor bedanken. Ik ben er heel blij mee. Graag bedankt gedaan. Dat ik in je stoel mocht komen. Alsjeblieft. Mag ik je een knuffel geven? Ja, tuurlijk. Ciao. Echt heel leuk. Was echt heel leuk.